Ja, det kan fälla upp lite där då. Ik kijk de match in vertraging. Ja, zeker, de vleugels mogen niet komen. Stop hem daar met doen. Hola. Oh. Zelfs op de kus. Dat is. Ja. Hier stoppen we. Ja, ik denk dat hem erop, dat weet ik niet zeker. Samba. Ik had dat liedje moeten opzetten. Ik ben niet bereikt. Hey, volle met z'n verder. Hola, hij heeft vleugels gekregen, zeg. Richie. Water. Ja, maar zet het recht. Oeps. Was er mee geklaard? Heb je altijd dus? Zoals veerdachtig film. Ja, de trainer, hè? De tammet. Oh. Lekker. Hup, nummer 5. Wie is nummer... Oh, dat... Oh, my. Goeie kans. Ik vond een penalty, dan moest ik zijn. Moet dat iets zot gebeuren als je... Dakke. Nee, nummer 5. Ja, die kan schieten. Is dat de constante? Hier is ze. Op het eerste doelpunt van de Airblock? Fantastisch. Ja, perfect. Je hoopt er net voor. Ola, jong. De
zijn Daan. Oh, oh, oh. Als je de Daan zo tricky laat spelen, dan laten we drie door Stip, allerlei maar. Ja. Ik zei het, hè. Twee van 18 jaar. Oh ja, dit is wel een grote fout. Dat is wel een fout, hè. Geen fout. Wat? Wow. Ik vond dat hij veel vlees mee had. Hoor. Ik wil jammer zijn. Oh, maar ik zeg wie al dat veld opstormen. Ah, dat is kuf met deze. Deze is normaal vallende wikkelen. De eerste keer dat je met tactiek speelt in het veld, je hebt al gekozen. Een mooi gevoel. Ja. Pressé. Pas trop. Keeper dat er precies zo aan moet. Niet vandaag. Nee. Oh ja. Ja. Mijn wereld zeg. Top counter is op. Oh, allee. Moet jij dit even al? Ja, dan stop ik. Maar ja, altijd is niet zo daar. Seconden of zo. Maar ja, wie weet van niet. De wedstrijd. Die seconden gaan door.
Ja, Gemmes, Gemmes, Gemmes. En nu? Rechtsplanking door. Hij gaat het zelf doen. Ah, nee. Kijk, Gemmes los het gewoon. Fouten, mannen. Oh, het scherp stelt tegen. Nog altijd beter dan de volgende. Gewoon ergens een bezemsteel. Dat is een betere scheids als de volgende. Thomas, verdediging blijven. Oh, een goeie vettige stevig. Rissi! Nou, heb ik zelf opgenomen dat dat. Rodrigo. Linker flank. Keeper. Oh. Machtig schop. Ik heb het niet in één. Ik heb het niet in één.
Pressé. Une fantaisie. Dat is rustig, was dat te Ze biedt een interview tijdens de rust, hè? Komt allemaal goed. Met regen was al net te kunnen. Met regen was al net te kunnen. Oh my. Thomas, Thomas. Ja. Afmaken.
Oh, oh, oh. Backe! Oké. Goed verdedigd. Pressie. Stop. Wat is? Pauze? Oké. Okay. Welcome, my staff. Oh, my sweet sick. Ik stel dat ze in die keepers aan het schoenen. Pure magic. Daar zit lijm op. Goeie. Dat waren handschoenen dat hem scoorde. Ik word beter in duels, hoor. En nog! Kom! Oh! Rodrigo! Hey, dat kan hier nog spannend worden, hè? We're back. Nog? Counter. Oh.
Neto. Du blev den varmare. Ja. Åh. Aj. Sen är det typ. Det är sur mat ni också. Gå helt in i plug. Det ska inte vara mer. Nej, det är lovligt. Har du gett dig kort att titta? Ja. Det är lite knappt. Det är lite knappt. Knopp. Vi får lite mer. Kom. Vi ser man på. Det är bara man på nästa. Kijk maar, wat is dit als hij zo begint af te stellen? Dat, nee, dat krijg ik altijd als ik al 9 minuten zit. Misschien dat hij max 10 of dat hij anders doet. Hola! Ah, hier schiet het scherm. Die zijn nog wel minuten, hè. Terik! 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 Terik!
Ik moet wel zeggen, in nummer 5 is wel normaal. Oh. Niks te zien. Oh man. Dat is rustig.
Kilian. Oh! Wat? Nee, nee. Niks. Nou, ze krijgen hem. Ze krijgen hem. Goedenavond dames en heren, ik sta hier bij de kerstverse nieuwe coach van Airblock United, Niels. Ja. Al een terugblik op deze 7-4 wedstrijd? Ja, ik zeg altijd de eerste helft en de tweede helft. Soms is dat zo los van elkaar te zien. De eerste helft, harde kansen, maar viel een beetje tegen, dus 4-1, verdediging, is nog wat gespeeld worden. Ik steek het op de automatisme. De tweede helft, 3-3. Dat is nog een redelijk resultaat. We weten wat het probleem is en nu kunnen we dat oplossen. En hoe zie je die remonte, dat het in de tweede helft een pak beter gaat dan in de eerste, waarom kan dat liggen? Ja, dat ligt aan teambelang. Je moet altijd waarde aan het team. Ze wilden voor elke bal vechten, ze zetten pressie, ze zetten druk. Dat is... Ik ben heel trots op mijn mannen, want die tweede helft dat is eigenlijk
Dat voetbal is Brozi en Breivik. En wie zijn zo je natuurlijke leiders op het veld waar je een signaal naar kan doen en dan geeft heel de ploeg door van we moeten een tandje hoger gaan spelen? Allemaal. Allemaal? Dat is een zeer diplomatisch antwoord, moet ik zeggen. Er is zo pas uitgelegd wat er in je contract staat. Er is blijkbaar een opstapclausule. Ja, maar dat... Ik denk dat ik verleden heb, dat al een investering als goed geweest kan. Enkel, uiteraard, want als iemand hen naar de titel kan leiden, dan, dan ja, ben jij het wel. Ik heb gehoord dat Michel Prezon al lang onder zijn stoel krijgt. Ja, je zou voor minder. Deze wedstrijd 7-4. Airblock United heeft voor het eerst gescoord en dan wel 4 maal. Rodrigo, man van de match. Toch kan ik niet weten. En aan welke speler zou je. Goh, hoe zal ik het zeggen? Welke speler zou je nog zo extra drive willen zien? Dat je denkt van ik blijf een beetje op mijn honger zitten. Ik weet dat interviewers graag zo zitten dat ik er iemand uitpik, maar. En de mensen thuis ook? Ja, die uiteraard ook, maar ik zou zeggen de fans. De ultra's die veel mij vandaag toch was. Gay, dat je noemde zo. Dat beaam ik met jou, ik heb ze ook amper gehoord. Misschien omdat hun leiders eigenlijk met de coaches gewoon. Een zotte transfer. Heb je nog een woord over naar de fans die volgende wedstrijd komen kijken? We want the network. We do. On the network. We do. On the network. We do. Oh, it's what we love you. Die boodschap is uiteindelijk aangekomen. Een vat als ze winnen? Nee. Een veel om te komen. Misschien bitterbal bij de schip. Bitterbal bij de schip, dat is genoteerd. Vooral aan het einde. We gaan terug over naar de studio. Dank u, Niels, voor dit wonderbaarlijke interview.